Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. Hi, Steenbok en Stier. Welkom bij je relatie-reading. Je tarot-reading over relateren. Ik ga beginnen met een reading voor jullie allebei te doen. Dus een algemene reading die voor jullie allebei geldt. En vervolgens ga ik hoogstwaarschijnlijk, het is een keertje niet gebeurd binnen deze sessies, voor jullie individueel een relatie-reading vertellen, maar doen. Maar dat is wel een verdieping van wat ik hier in het begin zeg. Als ik een bordje ophoud, dan ga ik beginnen met de individuele reading. Dat is mijn wekker. Volgens mij had ik hem net afgezet. Maar goed, hij snoest. Hij komt nog een keertje. Kan je hem horen? Het is niet irritant. Anyway, ik had mooie bloemetjes voor je gekocht. Jullie allebei, Stier en Steenbok. Single. Dat is misschien niet de meest gunstige kaart om mee te beginnen. Maar goed, laten we kijken waar dit over gaat. Het kan zijn dat dit over het verleden gaat, toen je single was. Over een ex, dus nadat je gerelateerd had dat je weer opnieuw single werd. Het kan gaan over deze relatie waar je nu in zit. Of iets wat je voor jezelf in de toekomst zou willen. Op zich is de Pentakels 9 is een prachtige kaart. Het is een heel rijke kaart. Moet je kijken, joh, zowel de bloemen op de jurk, op de mantel, als de bloemen eromheen. Er is heel veel geel, staat voor warmte, optimisme, over positiviteit, weet je wel. Er is vertrouwen. Er is vertrouwen. Ik zit nu naar de vogel te kijken. Er is dus ook wel alertheid bij je op het proces waar we het nu over gaan hebben. Dus waarschijnlijk is dit ook niet echt nieuw voor jou, Stier, Steenbok. Nog meer pentakels. Het is geen geldreading hoor. Pentakel 7 gaat over van, ja, dat je nu nagaat. Je gaat evalueren van datgene wat ik erin gestopt heb, is het dat eigenlijk wel de moeite waard geweest? Ben ik niet beter af om single te zijn, om teruggeworpen te zijn op mezelf? Dat is een kaart 9 en wat ik hier nu zeg is een beschrijving van een van de beschrijvingen van de Heremiet, kaart nummer 9. Ik denk dat je hiervoor ook tijd gaat nemen of dat je hier al tijd voor hebt genomen. Misschien zelfs gezegd hebt van, goh, ik wil elkaar een tijdje niet zien. Of ik ga even in een eigen slaapkamer slapen. Je bent er al heel erg mee bezig geweest. Stier, Steenbok. Weer een 7. De kelken van 7. Dus dit gaat over wat jouw dromen zijn. Wat jouw wensen zijn met betrekking tot relateren. Van wat, afgezien van de relatie die je nu hebt, waar toen jij single was, wat waren toen jouw wensen? En wat je dus in die relatie gestopt had, of nu hebt, nog steeds in stopt, is dat de moeite waard geweest? Wat voor jullie de bedoeling is, is dat je erover gaat communiceren. Ten eerste met jezelf, dat je even heel flink gaat vertellen van, dit is wat mijn wensen waren toen ik jou ontmoette en dat wist je ook. We hebben het er toen over gehad, ik heb het toen geuit en als ik dat niet voldoende heb gedaan of niet volledig heb gedaan, bij deze mijn excuus dat ik dat toen niet met je verwoord heb, maar ook al zijn we nu al 20 jaar getrouwd met elkaar, ik wil het er nu wel graag met je over hebben, want ik merk dat ik loop vast. Ik denk dat ik beter af ben om single te zijn. Maar ik wil dit niet meteen weggooien, deze relatie. Want we hebben er immers ook in geïnvesteerd. Maar ik wil graag hierover praten. Ik voel nu verdriet. Als je bij mij komt voor een healing, dan zijn er twee lichamen. Dat van jou en van mij. Om jouw systeem te voelen en schoon te maken. En ik voel nu verdriet bij je. Over ja, beslissingen die je vroeger hebt genomen. De manier waarop je vroeger gesproken hebt over
wat jouw wensen zijn. Je hebt het gevoel dat je iets tekort gekomen bent. Dat je iets ontbeerd hebt. Zeg ik dat zo? Ja. Dat er een ontbering, raar woord eigenlijk, ontbering. Ontbering is geweest. Dat je hebt wel geprobeerd erover te communiceren. In de loop van de jaren of in de loop van de verschillende relaties of in de loop van het daten. Of dat je het er met jezelf heel vaak over gehad hebt. Maar altijd of te zacht. Hij is nu eenmaal anders. Zij is geen fan van dit. Dus ik kan ook niet dwingen om met haar dit te gaan doen binnen de relatie. Die wekker houdt het wel lang vol, hè. Jij hebt het lang volgehouden om in relaties te zitten, terwijl je het eigenlijk niet meer naar je zin had. Terwijl er iets ontbrak, iets wat jij fijn vindt, iets wat een wens van jou is, wat je wel had toen je single was. Aandacht van het andere geslacht of hetzelfde geslacht. Maar tegelijkertijd heb je misschien ook juist te fel, te hard, te afstandelijk, te koel gecommuniceerd over jouw wensen. Van, zeg maar, blijft nou die verlovingsring? We zijn nu al 10 jaar getrouwd en die mooie diamant die je me beloofd hebt, heb ik nog steeds niet gekregen. Wat ben je toch ook een... En ik slaap, komende maand slaap je maar lekker op de bank, want ik ben boos op je. Misschien heb je het te hard gecommuniceerd. Dus je bent of te zacht geweest of te hard geweest naar jezelf. Beide is niet liefdevol. Het een is te gemakkelijk. Je hebt er geen verantwoordelijkheid voor genomen. Of je hebt niet tot die ander kunnen doordringen. Omdat hij of zij er geen verantwoordelijkheid voor had genomen. Ik heb dit eerder gezegd in deze sessie. 2 zevens gaan over evalueren. Van hé, waar sta ik nu? Van ik praat dus vooral met jezelf in alle eerlijkheid. Ga dus niet deze reading afdoen als van... het was een reading, op naar de volgende. Alsjeblieft niet. Gun jezelf dat je hiernaar gaat kijken. Want ik zit nu naar de pentakels te kijken. Er zijn nogal wat pentakels hier. 16. Munten. Overvloed. Ik heb niet zozeer financiële overvloed. Hoewel, dit zou je niet standaard verwachten. Maar het heel goed kan dat je juist als je weg zou gaan bij een partner of een eigen leven gaat opbouwen. Dus misschien dat je wel bij elkaar blijft, maar dat je niet meer samen gaat wonen, dat je financieel er gigantisch op vooruit gaat. Die mogelijkheid is er. Misschien is hij verslaafd aan iets wat heel veel geld kost. Zoiets. Praat erover. Zeg het van, joh, ik ben financieel beter af dan jij. Dan in mijn uppie, dan met jou. Je hebt zowel dus dubbel zevens als deze zevens. Je hebt er iets ingestopt en je gaat nu kijken naar waar sta ik. En ook, waar staat die ander voor? En waar sta ik voor? Wat betekent voor mij relateren? Dat stuk, daar gaan we naar kijken. Ik ga nu naar Steenbok om dat te specificeren voor jou. Nogmaals, stier, jouw bordje komt zo meteen voorbij. Ga er maar heen scrollen. Of blijf hangen als je Venus of Maan of Ascendant Steenbok hebt. Dan ben je natuurlijk welkom hier te blijven. Dit gaat zo over Steenbok. Het is wel de bedoeling dat je de hele reading ziet, Steenbok. Dus het begin, dat gaat absoluut over jou. Moet je niet missen, anders weet je niet waar dit deel over gaat. Ja? Dus misschien moet je even terug gaan. Waar gaat dat specifiek over bij jou? Grenzen aangeven op een kattige manier. Je niet gesteund voelen. Je niet beschermd voelen. Alle wekkers gaan hier af. Zeg, het zijn alarmen. Er gaan alarmknoppen bij jou af. Door deze reading of dat al een tijd bij jou aan de hand is geweest. Maar je begreep nooit waar het over ging. Het gaat hierover. Let op. Komt eraan. Wacht even. Steenbok. Dit is ongelooflijk. Zwaarde 7. Ik bedoel, zwaarde 7. Staven 7. En weet je nog? Kelken 7. Pentakel 7. Dit is zo... Ik kan dit gewoon niet vertellen hoe 100% belangrijk het voor je is dat jij je bek opentrekt. Dat jij
Oh, met jezelf hierover gaat praten. Over waar sta ik? Wat waren de voordelen van single zijn? Wat zijn de nadelen van niet meer single zijn? Ga er naar kijken. Jij bent... Ja, het valt... Er is iets in jou... Sorry voor mijn gestotter. Er is iets in jouw leven wat zo ontzettend tegenvalt. Ontzettend tegenvalt. Als je nu roept van... dat kan ik zo niet vinden, Annemiek. Dan laat ik je deze kaart flat in your face zien. Je liegt. Je liegt gigantisch tegen jezelf. Stop daarmee. Stop daarmee. Je houdt jezelf nog steeds vanwege een bepaald aspect op een gebied in de relatie. Of de hele relatie. Of hoe jij behandeld wordt. Of hoe jij hem behandelt of haar behandelt. Je houdt jezelf voor de gek. Je zit erover te liegen. 4 zevens. Kom op zeg. Dat gezegd hebbende, ga ik weer op een aardigere toon verder. Oké, dit gaat dus... Het gaat niet over één gebied. Ik heb hier alle elementen. Alle elementen. De munten, de zwaarden, de staven, de kelken. Ik heb hier... Het gaat over liefde. Het gaat over passie. Het gaat over intelligentie. Over gesprekken samen hebben. Het gaat over jullie wensen. Het gaat over jullie emoties. Het gaat over alles. Dat wat jou niet lekker zit en wat ik dus in het begin verteld heb. Waar dit voor jou over gaat is dat jij... Toen jullie bij elkaar kwamen, was er iets aan jou wat hij geweldig vond. Wat hij echt helemaal geweldig vond. Toen jullie dus allebei nog single waren. Iets aan jou vond hij geweldig. En tegelijkertijd was er iets, en jij was dat niet gewend dat iemand dat van jou leuk vond. Of misschien vond hij het hele plaatje wel leuk. Hij vond jou leuk. En er was iets aan jouzelf wat jij niet leuk vond van jezelf. Je buik, je haren, je baan, je... Hoe je met je kinderen omgaat. Kinderen überhaupt. Misschien wilde je ze eigenlijk helemaal niet. Wat er is gebeurd is dat jij... Oh, hoor je mijn stem overslaan. Als je niet dieper wil gaan met jezelf. Als je geen verantwoordelijkheid wil nemen. Voor elk gebied. Elk element in je leven. Wacht dan maar tot ik de volgende video gepost heb en kijk die. Want dit gaat echt heel zwaar voor je worden. Er is hier iets wat je niet wil horen. Ja? Jij hebt het uitgesproken. Oh, wat ben je toch mooi, zei hij of zij dan. En dan zei jij, ja, heb je mijn buik nog niet gezien? Of ja, dat geloof ik niet, want je hebt nog nooit gezegd dat je mijn buik mooi vindt. Maakt mij niet uit hoe je buik eruit ziet. Ik vind je mooi, bleef jouw partner maar zeggen. Ik vind je mooi. Hij steunde jou. Hij gaf je complimenten. Hij deed jou, dat is de andere kant van de 9 pentakels. Hij deed jou emotioneel zo rijk voelen. Je voelde je gesteund. Je voelde je veilig. Je voelde je beschermd. Jij kreeg complimenten van hem. Juist als je ging klagen daarover. Maar wat er dus... Of misschien dus van dat je steeds zei van... Oh, hoe kan je nou met mij en mijn kinderen gaan samenwonen? Want, oh, mijn kinderen zijn zo vervelend en ze maken zoveel ruzie met elkaar. En dan zei jij steeds van... Joh, ik vind je kinderen hartstikke leuk, want dit en dat is er vandaag gebeurd. En zus en zo. En dit is een leuke eigenschap van ze en dat is een leuke eigenschap. Ja, dat zeg je nu wel en dat is lief van je en dat is soms ook wel zo. Maar vandaag hebben ze ook dit en dat. En ze zijn ook zus en zo dat ze in elkaar zitten. En hij maar zegt van... Nee, ik vind het helemaal oké dat we samen zijn gaan wonen met die kinderen erbij. Je voelde je gesteund, maar het kon niet echt tot je doordringen. Dat wat hij jou probeerde te vertellen, waar hij echt heel erg zijn best voor heeft gedaan. Waar hij zijn haar waarheid heeft verteld over jou. Namelijk dat hij dat allemaal leuk vond. Maar jij bleef het maar afkraken. Je bleef maar zeggen, hoe kan je nou die kinderen leuk vinden? Hoe kan je nou mij leuk vinden?
Hoe kan je nou... Oh, die baan van mij. Dan ging hij elke keer ging hij positieve dingen noemen over jouw baan. Of ga dan weg bij die baan. Weet je wel, je bent meer waard dan zo behandeld te worden door je baas of door je collega's. Je gebruikte op een gegeven moment allicht ook dat klagen om complimenten van hem te krijgen. Omdat je wist, hij gaat er een positieve draai aan geven en dan voel ik me weer goed. Maar jij hebt nooit gecommuniceerd aan hem, of te weinig aan hem, of je bent ermee gestopt, dat je dat waardeerde. Je hebt nooit uitgestraald of gecommuniceerd dat je je veilig bij hem voelt, omdat hij jou dus steunde in iets wat jij niet fijn vond aan jezelf, wat je vreselijk vond aan jezelf of iets aan je omgeving. Jij hebt zo vaak geklaagd dat hij is gaan geloven wat je hebt gezegd. Ja, inderdaad, doe eens iets aan die buik, zeg. Waarom ga je niet iets aan die buik doen als je het zelf niet fijn vindt? Van, oh ja, ik wil je wel een knuffel geven, maar op deze manier kan het niet, want je buik ligt in de weg. Of, dat lingerie setje moet je niet aandoen, want dat staat jou helemaal niet. Als je een andere figuur zou hebben wat slanker zou zijn, dan wel. Oh, dus je vindt mij ook dik, dus ik heb al die tijd gelijk gehad. Nee, zo bedoel ik het niet. Weet je, dan langzaam maar zeker van complimenten geven, gaat hij naar een meer neutrale positie en vervolgens gaat hij achter jou staan. Hij is je gaan geloven. Hij is je gaan geloven. Echt, ik heb nog nooit 4 keer 7's getrokken. En ik heb dus maar 6 kaarten, hè. Maar, dus ik heb hier ook nooit uitleg aan gegeven. Maar ik kan ze wel 1 voor 1 gaan benoemen. Hoezo? Maar dan kom ik weer bij hetzelfde verhaal terecht. Jij bent zo negatief gebleven over dat aspect. Ondanks dat hij jou daar elke keer weer opnieuw heeft geprobeerd op te krikken. En weet je, misschien gaat het niet over je relatie, maar gaat het over een vriendschap die jou heel erg veel waard was. Maar die vriendin of die vriend was het op een gegeven moment zo beu dat je maar bleef klagen over de relatie. Of over een bepaald aspect van de relatie. Terwijl die vriendin of vriend juist was van, wow, dan heb je toch een gave relatie. En hij doet dit voor jou, hij doet dat voor jou. En de dingen die hij tegen je zegt, echt fantastisch. Je bent zo goed beschermd en gesteund door hem. Waarom zie je dat niet? En op een gegeven moment heeft die vriendin gezegd, ik wil geen vrienden, ik wil je niet meer zien. Misschien heb je dat tot nu toe nooit begrepen, maar dit is het dus. Zij vond iets fantastisch aan jou. En jij bent het gewoon elke keer gaan afkraken. En dat is gewoon niet, hij is je gaan geloven, lieverd. Als je maar vaak genoeg iets negatiefs zegt, dan komt dat uit. Ja. Weet je, Steenbok wil altijd de beste zijn. Nou, jij was de beste in commentaar geven op jezelf. Om te klagen en daar dus ook echt aan vast te blijven houden. Ga praten, lieverd. Ga zeggen dat het je spijt. Ga zeggen van dat je je vroeger zo gesteund en beschermd voelde door hem. En dat je dat nu niet meer doet. En dat je hem daar dus de schuld steeds over geeft. De relatie is zo waardeloos, want je steunt me niet meer. Je beschermt me niet meer. Ik voel me niet meer veilig bij. Waar zijn je complimenten? Nou, daar dus. Het kan ook zijn dat dit andersom is, hè? Dat jouw partner jou zo behandeld heeft en dat jij niet hebt begrepen waarom je zo bot nu doet en geen complimenten meer geeft. En dat je partner jou nu zit af te kraken, terwijl diegene dus tegen jou niet aardig zit te doen. En niet aardig tegen zichzelf zit te doen. Ga erover praten, alsjeblieft. Ga erover praten. Je gaat diep nadenken over de voordelen en de nadelen van single zijn. En hoe het in het begin van de relatie was. Ja. Voordeel van deze reading is dat het of met jouzelf, jouw persoonlijke groei, super kan gaan. Of dus met de relatie. Want de volgende kaart na de pentakels 9 is de pentakels 10. En dat is de kaart van alle dromen gaan uitkomen. Al je wensen gaan uitkomen. Ja. Pittig. Maar heel mooi, heel duidelijk. Ja, dankjewel voor het kijken, voor het liken. En voor het abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Zowel dankjewel. Hier aan het einde staan andere clips van mij. De zelfvergeving clip. Ja, om hem, haar te vergeven. Jezelf, de relatie, omstandigheden. Hoe je opgevoed bent. Hoe je deze mechanismes geleerd hebt en zo. Ga vergeven. Het is echt de snelste weg
om van de pijn af te komen, om het los te kunnen laten en om terug naar huis te gaan. Naar licht, vrede, vreugde, licht, moeiteloosheid. God, dankjewel. Stier. Even te kijken hoor, welke kaart ik in het begin ook alweer had. En welke ik er voor steenbok bij getrokken heb. Ja, deze vier kaarten die ik hier heb liggen, waren de beginkaarten van deze reading. Sla het begin van deze reading niet over, lieverd. Sla het niet over. Het gaat over jou. Het is een belangrijk stukje, want daar borduur ik op voort. Hello again. Oké, daar gaan we. Wat die kaarten voor jou betekenen, wat meer specifieker, of misschien dat dit een totaal ander stuk is over relateren. Maar dan alsnog geldt dat, eerste stuk wel. In elk geval wat belangrijk is, is dat erover te gaan communiceren. Dus wat ik heb gezegd eerder. Want het staat stil. Een bepaald onderdeel van de relatie staat stil. Misschien is dat het communiceren. Misschien is dat iets in de slaapkamer. Misschien juist iets in de keuken. Misschien gaat het over gezelligheid. Misschien gaat het over samen naar buiten gaan. Samen tripjes. Samen op vakantie gaan. Er is iets wat ontzettend stil staat bij jullie. En de oorzaak daarvan zit hem in regels. Jullie hebben het stabiel met z'n tweeën. Of als het over een ex gaat, jullie hadden het stabiel. En toen ineens ging het uit en je begreep niet waar het over ging. Ook al ben jij degene geweest die het uit heeft gemaakt. Waar het nou precies over ging, dat weet je niet. Het gaat nu over regels. Jullie hebben in het begin van de relatie hebben jullie regels opgesteld. En daardoor, ja, jullie lopen daar nu in vast. Bijvoorbeeld, één keer per maand gaan we de bloemetjes buiten zetten. Ik wou de bloemetjes buiten zetten. Gaan we de bloemetjes buiten zetten. En op een gegeven moment was het nodig voor jullie binnen de relatie, misschien toen de kinderen het huis uit gingen, of juist toen jullie kinderen kregen, om dat twee keer per maand te gaan doen. Jullie hebben dat niet gedaan, want jullie hadden die regel immers. En er zijn, net als binnen het gezin van oorsprong, dus bij je ouders, weet je wel, al die onuitgesproken regels. Je weet donders goed dat als jij aan de stereo-installatie ging zitten om hem wat harder te doen, dat je dan zo'n vuile blik kreeg van je moeder of van je vader. Zo'n blik van, jij krijgt een pak slaag als je daar aan zit. Waardoor je het niet meer ging doen. Terwijl jou nooit was verteld dat je niet aan de stereo mocht komen. Van die onbeschreven regels waar eigenlijk nooit over gesproken is. Waardoor jij misschien nog steeds nu angst hebt om jouw eigen radio harder te zetten. Terwijl dat misschien alleen maar over die ene keer ging. Omdat er bezoek was. Of omdat een van je ouders verdrietig was en even wat tijd voor zichzelf nodig had. Zoiets. Er is iets met regels. Er is iets met regels waardoor jij het gevoel hebt, ik zal ze allebei laten zien, komt eraan hoor, waardoor jij het gevoel hebt van, ik werk hard in de relatie, ik ben degene die heel veel diepgang heeft, maar er komt niets samen, tot stand, het grote geluk waar we op zaten te wachten, we zijn het grote geheel kwijtgeraakt, we zijn, waar ik in het begin zei, we zijn onze dromen kwijtgeraakt. De basis is dus regels. En misschien zie je iets in die kaart waardoor je denkt, oeps, daar ging het ook over. Regels gaan over hoofd, regels gaan over georganiseerd zijn, gaan over succes hebben. Dus misschien hebben jullie status, geld, bezit, groter huis, meerdere auto's belangrijker gemaakt dan die persoonlijke groei. Want
alles waar dit stuk mee te maken heeft. Dus alles wat met die keizer te maken heeft. Van dat het over ikke gaat en over dingen bereiken aan de buitenkant. Heeft ervoor gezorgd dat jullie het niet meer over liefde gingen hebben. Niet meer over jullie dromen aan de binnenkant. Van dat je samen zou groeien. Dat je samen volwassen wilde worden. Je hebt het idee dat de boel stilstaat. En dat klopt. Want die keizer die zit ook echt zo op zo'n stevige troon. Die is gewoon helemaal van beton. Zie je dat? Beton aan alle kanten. Daar kom je niet bij weg. Behalve, halleluja, door erover te gaan praten. En door de boel te gaan vergeven. De situatie vergeven. Je partner vergeven. Jezelf vergeven. En dat zit hem niet in één keertje vergeven. Dat zit hem in elke keer als dit in je hoofd zit. Dus zolang het in je systeem zit, zal het bij je naar boven komen. Heb het er dus elke keer met jezelf over. Vergiffenis is de snelste weg. Bij deze een clip, die is zo behulpzaam daarvoor. Ik gebruik hem zelf soms ook nog. Doe het een paar weken. Kijk hoe het dan met je gaat. En neem dan contact op. Als jij het fijn vindt om te vergeven, gaan we samen vergeven. Gratis. Mag je me bellen. Maar kijk hoe het gaat. Doe dit wel een paar weken. Ja. Oké. Heel veel liefs, jullie allebei. Er voelt wel gigantische potentie voor jou. Niet zozeer voor de relatie, maar wel voor jouw groei. Dat geldt voor de steenbok en voor de stier. Dit zijn echt heel, heel, heel grote zaken. Ja. Liefs, dankjewel voor het kijken. Super.